Terwijl iedereen om me heen druk aan het werk is, kijk even naar Remco, ben ik hier even aan het bezinken dat ik zo meteen heerlijk gemasseerd word. En het is niet zomaar een massage, maar een shihatsu behandeling. We zullen het zo meemaken wat het wordt. Ben je zo meteen jaloers dat ik wel een massage krijg? Jij werkt bij de luxe paarden. Ja, en ik ben overduidelijk een werkpaard. Dit is zo'n acupunctuurpop waar je gaatjes in kunt prikken, zo'n voedoelpop. Nee. Oh. Shiatsu bestaat echt uit massage voor drukpunten. En je lichaam heeft, zoals je kunt zien, heel veel drukpunten. En ik ga het zo meteen meemaken van welke punten ik heel erg last heb in mijn lichaam. Zo, meneer de regisseur. Ja, meneer de regisseur. Meneer de regisseur, gaat alles goed? Ja, het gaat heel goed. We hebben een goede dag, moet ik gewoon naar jou. Ja, ja, laten we het even heel natuurlijk doen. Kijk mij ons maar gewoon aan. Nee, het gaat heel spoedig, het gaat lekker. Lekker tempo zit erin vandaag. You're ready then. Gezellig, denk ik. Volgens mij is het gezellig, ik weet niet. Ik voel het nooit heel lekker aan. Ja, ik vind het heel gezellig. Ik vind het ontzettend gezellig. Wat gaan we allemaal nog doen? We moeten nog een interviewtje doen en we gaan nog wat shiatsu massages doen. 1, 2, 3. Poging 23. Camera. Hallo. 3, 2, 1. Welkom. Leuk dat je. Welkom. Nee, stop. 3. 2, 1. Leuk dat je kijkt naar het tweede schermitem van Mijn Leven bij Gezondheid. Zojuist heb je in een tv-item al kunnen zien wat een shiatsu-massage precies inhoudt. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, dat was die hebben we. Okay. Geen geluid, hè? Geen lawaai. Let's go. Nou, nog één rondje. Nog één rondje. Even goed, één rondje je best doen. Ronde, nog. Ja, ik let op een vlecht. Oh, kijk Remco, daar heb je een probleem. Ja. Jij moet de hele camera ergens anders neer moeten zetten. En mocht je nou trouwens denken, oh, wat is Dominique vies? Dat klopt ook, dat ben ik. Want... hey, ik heb net een broodje gegeten en ik zou geen witte kleren moeten dragen. Ja. Zij gaat gewoon liggen en niks doen, waar ze het beste in is. Ik slaap wel leuk hoor, want ik slaap. Ja, jij slaapt. Dit gaat allemaal zo natuurlijk. Ook alsof ik in mijn slaap nog die stick vast hou. Ja, je houdt hem nog steeds vast. Het en slaap lekker. Ik ga gewoon lekker door. Hè? Ja, jij gaat ondertussen door en dan precies. Gaan wij. Dan zeg ik wat wakker worden. Ja, precies. Nou, ze vindt het wel lekker. Ze slaapt wel echt nu, hè? Slaap je? Ja, volgens mij slaapt ze echt. Kijk. Ja, die drukpunten werken hoor. Ik denk dat ze niet meer. Dat het dit. Moet het zo laten? Nee. Zullen we haar wakker maken of zullen we het zo laten? Het is wel lekker rustig. Dat wel, dat is waar. Het is lekker rustig. Nee, is goed. Gaan we gewoon zo door. Ja, zal ik gewoon rustig door blijven gaan dan? Ja. Oh, wacht even. Gaat hij of moet je... Ja, anders moet er tussendoor even het handdoekje. Nee, wel. Nee, wacht. Ja. Klopt. Erna, we liggen hier of we zitten hier op een matje. Vloggen, wat is vloggen? We beginnen even met een interview. Wat is vloggen? Ja, weet ik zelf waar ik woon. Ik doe maar wat. Liggen, niks doen en maar wat doen. Onderschat het niet, Annemarie. Onderschat het niet, Annemarie. Camera, loop. 4, 3, 2, 1. Wil je nou meer weten over hoe Erna stress en burn-out-klachten kan verhelpen? En hoe dat eruit ziet? Kijk dan even op je tweede scherm via de website mijnlevenmijngezondheid.tv. Nou, alles zit er weer op voor vandaag. Dus je hebt weer een goede indruk gekregen hoe het er weer achter de schermen aan toe gaat. En ik ga ondertussen echt nog even een heerlijke shiatsu-behandeling van Erna. Tot de volgende keer.